Het hoofddoel moet zijn promoveren naar de plek waar we thuis horen. En dat is linkerrijtje Eredivisie. Na een uitgebreide procedure, waar ik eerst dacht dat het hier in Breda gaat via het netwerk van NAC, werd ik in mei gevraagd en heb ik daarna heel veel gesprekken gevoerd. In mijn geval wel 4 of 5. Heel professioneel in verschillende samenstellingen. En uiteindelijk ben ik gekozen begin september. Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren aan NAC. Ik heb veel bedrijfskundige ervaring. En die kan ik positief inzetten om NAC mee te helpen naar goede resultaten. Nee, omdat ik hopelijk duidelijk kan maken aan iedereen dat wij het maximale uit onszelf halen. Dat we het niet alleen doen, dat we het met z'n allen doen en dat we allemaal dezelfde intentie hebben. En dat is namelijk het beste voor NAC. Zo luidt de theorie, hè? Zo luidt de theorie, dat klopt. Maar zo zou ook de praktijk moeten zijn. Omdat het in mijn ogen ook echt zo is dat iedereen die op een of andere manier betrokken is bij NAC, maar één doel heeft. Dat is winnen op het veld en zoveel mogelijk beleving buiten het veld. Ik wil een voorzitter zijn die samenwerkt. Dus rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. Ik wil een voorzitter zijn die op zijn voorwerk is. Dus er moeten veel beslissingen genomen worden binnen een club als NAC. En daar kun je maar beter zo vroeg mogelijk mee beginnen om iedereen aangehaakt te krijgen. Dus regeren is vooruitzien. Dat je probeert te voorkomen dat je met de rug tegen de muur komt te staan. Dat je in paniek besluiten moet nemen, daarbij niet iedereen aangehaakt kan krijgen. Dus de belangrijkste taak is denk ik dat we het toezicht houden op het op tijd voorbereid zijn op dingen die gaan spelen in de toekomst. De plannen van NAC zijn natuurlijk allereerst promoveren. Het hoofddoel moet zijn promoveren naar de plek waar we thuis horen. En dat is linkerrijtje Eredivisie, ergens tussen plaats 8 en 12. Het doel is om nogmaals gezegd te promoveren, maar stel dat dat niet lukt, dan moet het wel een dusdanig plan zijn dat we daaraan vast kunnen houden. En dat we niet gelijk dat hele plan weer op zijn kop moeten zetten. Want dan worden we een yo-yo effect. Ik denk dat NAC erbij gebaat is dat we op een gegeven moment echt stabiel op die plek terecht gaan komen. En niet dan weer promoveren, dan weer degraderen. Dat levert een hoop tactiek, dat levert misschien ook wel datgene wat sommigen hier op de tribunes willen zien. Strijd, passie. Maar ik denk dat het voor een voetbalclub beter is dat ze een stabiele positie verwerven. Nou, er zijn juist afspraken gemaakt over het weer afstand nemen. Nadat ze natuurlijk een tijd actief zijn geweest. En ze hebben daarin een verantwoordelijkheid genomen, maar willen daar weer afstand van doen, operationeel. Er zijn juist afspraken gemaakt dat zij weer wat terug naar de achtergrond gaan. Naar hun rol als aandeelhouder. En dat wij als RVC die rol van toezichthouders weer oppakken. Kijk, natuurlijk is het zo dat wij de financiële positie die we nu hebben te danken hebben aan die aandeelhouders. Maar ik denk dat het voor ieder bedrijf en dus ook voor NAC goed is dat het bedrijf op eigen benen kan staan. Dus ik denk dat we af moeten proberen te komen van de situatie dat we überhaupt een achtervang nodig hebben. Je moet vet op de botten hebben. En dat betekent dat je een balans moet zien te vinden tussen enerzijds het geld investeren in het belangrijkste wat NAC is, het voetbal. Maar aan de andere kant ook zult moeten waken op een financieel draagkrachtige positie. Om te kunnen investeren juist in dat voetbal. En niet iedere keer weer terug naar die aandeelhouders te moeten. Wij gaan eerst voor de kwaliteit van het voetbal op het veld. En dan genereren we daar weer hopelijk financiële middelen mee om het plan een nieuw stadion weer serieus te bekijken.